Ik ben er weer. Ze was weg. Zij is er ook weer. Ik was even MIA. Maar we zijn er weer. We zijn er weer, we zijn er weer. Welkom bij een nieuwe video. Ik weet ongeveer wat ik nog had opgenomen. Dat staat op mijn camera. Ik ga straks deze beelden inladen. Gaat die even? Gaat die? Ik was even 3 weken afwezig. Maar ik ben er weer. I'm back and I'm better. Ik had even geen puff of zo. I don't know. Ik weet het niet. Maar ik ben er weer. Ik heb de smaak weer te pakken. Ik keek vanochtend op mijn kanaal, want ik heb ook echt al heel lang niet op mijn kanaal gekeken. En ik zag dat er 1 volger bij is gekomen. SO naar die ene volger. Ondanks dat ik niks heb geüpload. SO naar jou, jij weet wie jij bent. In deze video komen beelden die ik dus 3 weken geleden heb geschoten. I guess. Ik denk het. Ja, ik denk ik pak toch even de camera erbij om toch eventjes wat te zeggen. Mijn nagels zijn trouwens super lang. Love it. Hier zit wel een scheurtje in, helaas. En in deze ook. Dus, oh, die is ook goed te zien. Dat is niet best. Maar ik laat mijn nagels zaterdag doen. Ik hoop dat ze dit kan fixen, want ik wil eigenlijk mijn nagels nog langer laten groeien. Ik wil ze niet afknippen. The longer, the better. Oké, maar goed. Ik heb dus alleen deze camera gepakt om te zeggen, she is back. Bereid je voor op vloggings. Volg me op TikTok trouwens. Daar ben ik ook actief tegenwoordig. Dat was het. Ik zal even mijn TikTok tag hier inzetten. Tenminste, het is gewoon @MariahPower. Easy as that. Voor- en achternaam. Hetzelfde als mijn Instagram. Maar ik zal het wel even noteren. Zij is niet bang, deze kat. Deze kat is niet bang. Maar goed, in ieder geval al bedankt voor het kijken. SO naar jullie. En tot heel snel. Welkom bij een nieuwe video. En bij een miauwende kat. Hallo. Hey. Zo, zeg hallo. Ja, nee. Oké. It has been a while. It has been a while. Waar moet ik beginnen? Waar moet ik beginnen? Ik heb een weekje niet gevlogd. Die vlog die ik vorige week zou uploaden. Daar moet ik de beelden nog van uploaden. Ik bedoel importeren en dan gaan editen en dan online gooien. Dus dat ga ik straks doen. Het is vandaag maandag. Ik heb thuisgewerkt vandaag. Heerlijk om mee te beginnen. Ik word ongesteld. Dus ik heb een beetje last van mijn buik. Dat is een beetje jammer. Dat is een beetje jammer. Dat is een beetje jammer. Maar goed, dat is wat het is. Nieuwe week, nieuwe kansen. Ik heb vandaag voor het eerst een Too Good To Go box opgehaald. Voor de mensen die dat niet kennen, ik kende het ook niet. Maar oeh, sunshine. Dat is een box waar producten in zitten die bijna gaan vervallen. En verschillende winkels bieden die dus aan. En ik aanschier dus op een box van de Lidl. Ik heb hier een Lidl in de straat zitten. Dat is een groente- en fruitbox. Die box is forever uitverkocht. Dus we gaan het vandaag weer proberen. We gaan het proberen. Gisteren had ik het geprobeerd, niet gelukt. Toen zag ik dat de FOMA nog een boxje over had. Dus heb ik die gedaan. Heb ik die genomen. Dus die box heb ik net opgehaald. Laten we even kijken wat erin zit. Ik heb eigenlijk... Dit zijn alle producten. Die hebben mij €4,99 gekost. In totaal. Wat zit erin? Hot wings. Champignons. €1,99. Half om gehakt.
€2,39. In ham €7,37. En al deze producten eet ik niet. Dus die ga ik doneren aan mijn broer. En dan zit er nog in een kip curry. Hoe noem je dit? Wereldgerecht. Gewoon zo'n vers pakket. Die kostte €4,80. Nou, dit eet ik dan weer wel. Dus dit komt goed van pas. Dit ga ik ook maken. Er nog in. Zo'n yoghurt muesli ding ontbijt. Nou, die ga ik ook opeten. Dat wist ik. €1,60. Dan zit er nog een kaasje in. Van €2,96. Geen idee of ik dit lust. Maar dat maakt niet uit. De waarde van die box is dus wel over de €20. Dus dat is top. Dat is top. En het is zeker de moeite waard. En vandaag ga ik dus weer aanschieren op die box van de Lidl. Die wil ik heel graag hebben. Dan heb ik mijn nagels weer laten doen. Mijn nagels groeien heel erg goed. Ik ben hier heel blij mee. S.O. Noah, de Beauty Room Haarlem. Heel erg mooi. Alleen zoals als je heel goed kijkt, zie je een soort bobbeling erin. Er was dus iets mis met die biab, met die lak zelf. Dus ik ga aanstaande zaterdag weer terug om het helemaal opnieuw te laten doen. Beetje jammer, maar wel, die kleur is wel heel mooi. Echt super mooi. En wat zou ik zeggen? Ik weet niet meer wat ik wil zeggen. Maakt ook niet uit. Anyway, ik had laatst, we zijn nu toch bezig, IJmeren gebeld. Omdat ik dacht dat ik last heb van schimmel. Laat me jullie even vertellen dat toen ik hier net kwam wonen. Ik woon hier nu bijna 3 jaar. Of tenminste, ik heb dit huis bijna 3 jaar. Ik had getekend in januari 2020. En ben er in maart komen wonen. Want ik heb echt alles laten fixen. En wat zou ik nou zeggen? In juni kreeg ik lekkage omdat mijn bovenbuurvrouw de kraan open had laten staan op een hele hete dag. Ik was lekker met mijn ass op het strand, heerly de pearly, living my best life. Ik kom thuis, ossel onder water. Onder water, paniek, politie, ambulance. Ik in die ossel, onder water. Het water kwam overal uit, zelfs uit stopcontact. Dit is geen stopcontact, maar uit die schakelaar, lichtschakelaar. Overal kwam het uit. Jullie girls huis was onder water. Ambulance bellen. Mevrouw, bent u in de woning? Ja, staat u in water. Mevrouw, u moet er nu uit. Ik snel mijn tas pakken. Ik dacht, oh my god, die tas kan hier niet achterblijven. Ik heb mijn tas gepakt in paniek, hè, want ik had gewoon paniek. Paniek, I'm telling you. Oké, maar goed. Ik ben verzekerd, alles is geregeld, alles opnieuw gedaan. Dus het ziet er een soort van weer uit alsof het nooit is gebeurd. Kijk maar, de muur is weer hartstikke mooi. 2 weken gedroogd. Maar mijn buren hadden geen verzekering. Nu 2 jaar later dacht ik heb last van schimmel. Want ik merkte al dat als ik dan aan het schoonmaken ben, dat... Ach, die kat, jongen. Dat mijn doekje zwart wordt. Maar ik kan het dus met het oog kan ik het niet zien. En ik zag het dan en ik dacht, hé, wat is dit dan, dacht ik. Wat is dit? Maar goed, ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik had het ook niet echt door. Dus ik constateerde het en ik dacht, oké, wat is gebeuring, weet je? Ik dacht, het is schimmel. Ik bel IJmeren. IJmeren, ik heb schimmel, ik heb lekkage gehad. Jullie moeten komen. IJmeren komt, eindstand, het is geen schimmel. Ik zeg, oké, ja, maar wat is het dan? Weet je, want het is gewoon een soort stof, maar het is dus zwart. Heb ik het gegoogeld en het heet dus fogging, heet het. A.k.a. zwarte stof. En meer is denk ik 2 weken geleden geweest. Vandaag zag ik dit. Die zwarte stof zit overal en het is dus niet goed voor je gezondheid. Dus mocht iemand van IJmeren dit zien, morgen hebben jullie mij aan de telefoon. En dit moet gewoon geregeld worden. Want het is dus ook niet goed voor je gezondheid. And we don't want to die yet. Dus ik ben heel benieuwd wat IJmeren gaat doen. Dus dit verhaal
krijgt een staartje. Maar kijk even. Ik was aan het kloten net. Wacht even, die camera omdraaien. Oh. Oh, nee. Ik zoom zomaar in. Never mind the dirty window, trouwens. In deze stof. Maar het is goed dat het er zit. Dus ik ga met mijn vinger over deze stof heen. Mind you, hè. Dus oké, we hebben dit gezien. We hebben dit gezien. We hebben dit gezien. Besef dit. Besef deze zwarte stof. Besef dit. Dit is niet oké, hoor. Dit is niet oké. Dus ik ga die stof ook laten zitten. Totdat er weer iemand komt van IJmere. Nou, dit is niet oké. En dit is niet omdat ik niet schoon ben. Dit is gewoon zwarte stof, mensen. Oké. Ik weet niet wat ik erover moet zeggen. Ik baal er een beetje van. En ik ben heel benieuwd. Dit hele ding is, wat ik online heb gelezen, het kan dus niet echt gefixt worden. Dat is dat hele ding. Als het er eenmaal is, het heeft ook iets met vochtigheid te maken. En toen had ik dus meteen die link van, oh my god, weet je, volgens mij is dat het gewoon. Die soort nasleep van die lekkage, omdat mijn bovenburen en mijn onderburen niet gedroogd hebben. Ja, dan kan ik drogen wat ik wil, maar ja, het maakt zeg maar niet uit. Dus doordat er waarschijnlijk dus nog vocht ergens tussen zit hier, heb ik dus last van fucking zwarte stof. Ik adem dit ook in, hè. Het zit dus ook op plekken. En dat is dus het gekke. Want je kan het niet met je blote oog zien. Je kan het bijna niet zien. Tenzij het op een wit oppervlak zit. We gaan even in mijn kamer. Laat me nog één keer laten zien. Is mijn make-up laden. Kijk hier. Hier zie je het. Hier. Hier. En je kan het gewoon met een nat doekje haal je het er gewoon af. Maar hier het zit. En dit is nogmaals niet omdat ik niet schoon ben. Het gaat gewoon overal zitten. Het is niet oké. Dus, IJmere, we need to fix this. We need to fix this. Hallo. Het is vandaag dinsdag. En mijn Douglas pakket is er. Oh, oké. Die kat, jongen. Mijn Douglas pakket is er. Ik was bijna te laat. Die DHL-man reed al weg. Toen ging ik zo seinen met mijn licht. Het zei ik, oh my god, heb je een pakketje voor dit en dit nummer? Toen zei hij, ja, heb ik. Toen zei ik, yes. Dus nu heb ik mijn pakket. Hey. Ik heb een oogschaduwpaletje gekocht. Dit is hem. Heel neutraal, maar heel erg mooi. Oh, love it. Deze kan ook zo mee als je op vakantie gaat of zo, weet je wel. Heerlijk, heerlijk. Ik had deze in Kopenhagen dus al gezien. Maar daar was hij volgens mij net iets duurder. Toen dacht ik, weet je wat, ik haal hem wel gewoon in Nederland. En toen had ik voor mijn verjaardag een cadeaubon gekregen van de Douglas. Dus 1 en 1 is 2. Ik heb het meteen gekocht. Peeling van The Ordinary. Waar... Of tenminste, zeg ik dat wel goed? Nee, heb ik de verkeerde besteld. Nee. Oh, nee. Dit is die peeling. Eeksgrak. Oké, dit is die peeling. Die gebruik ik al een tijdje. Want sinds ik ben gestopt met de pil. Wat nu al... Even kijken, hoe lang is het? Nou, laten we zeggen, bijna anderhalf jaar is mijn huid compleet van slag. Ik heb namelijk een hele egale huid van mezelf. Maar ja, door het stoppen van die hormonen, ja, dan komt het er dus via je huid uit. Dan is mijn huid helemaal faya. Dus gebruik ik dit en dit helpt. Dan heb ik een hyaluronic, als ik het goed uitspreek, serum gekocht. Met deze heb ik nog geen ervaring. Maar ik dacht, laat ik het proberen. Gekocht. Oké, hoe spreek ik dit uit? Glycolic acid. Toning solution. Dit ding gaat viral op Instagram en op TikTok.
En je kan het gebruiken voor je gezicht. Wat ik waarschijnlijk ook ga doen. Maar je kan het dus ook gebruiken voor onder je oksel. Om je oksel dus wat... hoe zeg je dat? Om je oksel te bleken. Want door alle deo spuiten... wordt je oksel dus donkerder. We don't want that. Dus ik heb gehoord dat dit helpt. So we're gonna try it out. En ik krijg het er niet uit met één hand. Gezeik. Ja, dit is hem. Dus ik ben heel benieuwd of dit werkt. 11. Dit is... Wat is het eigenlijk? Oh ja, Clear Brow and Lash Mascara. Ik ga dit alleen voor mijn wenkbrauwen gebruiken. 11 is heel affordable. Dus dit ding was echt 4 euro of zo. Ik denk voor die 4 euro nemen we het toch even mee. Dan heb ik gekocht een liner en brow cream. Ik weet niet of ik dit voor mijn wenkbrauw ga gebruiken, maar wel als eyeliner. Heel mooi. Dit is iets lichter dan ik dacht. Dit paletje gekocht. Ook van Elf. Mooi ook. Gewoon neutraal. Maar kan je mooie dingen mee maken. Ik ga lekker een boekje lezen. Ik lees een nieuw boek. The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Ik moet zeggen, ik zit er lekker in. Ik ben vorige week begonnen. Ik zit al op de helft. Dus als ik hem zo doorzet, heb ik hem tegen het weekend uit. Ik ben heel benieuwd. Ik had met mezelf afgesproken 10 boeken te lezen. Dit is het 8e boek. Dus ik heb er hierna nog 2 te gaan. Mocht er iemand een heel goed boek kennen, laat me vooral weten. Ik sta open voor alles. Oké. Okay. Bye.